Multinationals hebben regelmatig te maken met actiegroepen die ideële belangen willen behartigen. We herinneren ons allemaal hoe Shell in de problemen kwam toen ze van plan waren het booreiland de Brent Spar in de zee te dumpen. Bedrijven die activiteit hebben in Burma liggen ook regelmatig onder vuur in de media. Hoe moet een bedrijf nou omgaan met zo'n publieke opinie, zo'n kritische publieke opinie? De adviesgroep Duurzaam Ondernemen, DHV, die deed daar onderzoek naar. En de onderzoeker is hier bij ons, Rob van Tilburg. Hartelijk welkom. Dank u wel. Wat heeft u precies onderzocht? Je ziet dat ondernemingen in toenemende mate hun verantwoordelijkheid nemen voor maatschappelijke effecten. En we zijn nu eens gaan kijken, wat gebeurt er nou als ondernemingen in conflict raken met opinieorganisaties die hen ervan betichten dat ze met die maatschappelijke effecten, zoals milieu, maar ook het voorkomen van kinderarbeid of het investeren in landen waar regimes zitten die totalitair zijn. Wat gebeurt er nou als zo'n conflict ontstaat? Wat zijn de consequenties van zo'n conflict voor de onderneming? Qua beurskoers, qua afzetmarkt, qua reputatie, qua imago. Dat is enerzijds onze focus geweest. En anderzijds zijn we gaan kijken naar wie wint dat conflict nou? Hè? Wiens belangen worden uiteindelijk ingewilligd? En wat was de belangrijkste conclusie? Nou, wat opvallend was, was het feit dat driekwart van de opinieorganisaties uiteindelijk wint. Dus organisaties als Greenpeace, maar ook het Burma Centrum Nederland of de Schone Klerencampagne. Over het algemeen lukt het hen om uiteindelijk die onderneming overstag te laten gaan. En dat is in driekwart van de gevallen is dat het verloop van het conflict. En dat verschilt dan nog qua wat voor een onderneming je hebt. Als je kijkt naar bedrijven die op de consumentenmarkt opereren, zie je dat die ondernemingen nog veel meer, of veel eerder meegaan met die wensen van die opinieorganisatie. Die zijn natuurlijk gevoeliger voor gevoeliger, de kritiek in de media. Ja. Terwijl als ze op de zakelijke markt opereren, dan durven ze langer vast te houden, ja, misschien aan hun standpunt. Ja. Nou, meestal trekken die opinieorganisaties, zoals jij ze noemt, dus aan het langste eind. Ja. Hebben die multinationale ondernemingen hun gedrag er al aan aangepast? Ja. Je ziet vaak dat ondernemingen enerzijds in dat conflict zelf hun gedrag aanpassen, maar anderzijds ook dat er in die ondernemingen effecten of processen op gang komen om dergelijke affaires te voorkomen. En ook daar hebben we onderzoek naar gedaan, overigens in samenwerking met de Erasmus Universiteit, onderzoeker Van der Zwart. Wat ontstaat er nou binnen zo'n onderneming? En dan zie je dat daar gedragscodes ontstaan of worden aangescherpt voor het geval die er nog niet waren. Je ziet dat ondernemingen transparanter worden. Als je momenteel commentaar op een onderneming als bijvoorbeeld Shell hebt, dan kan je bijvoorbeeld op hun website in dialoog met de onderneming en hun bevragen over hun milieubeleid of hun bevragen over hoe ze omgaan met mensenrechten en dat soort zaken. Als we even terugkeren naar de conflicten zelf, ja, Gaat het natuurlijk ook vaak om veel geld. Ja. Heineken is bijvoorbeeld onder druk van de publieke opinie weggegaan uit Burma. Ja. Wat kost dat nou, zo'n onderneming? Dat is per onderneming heel moeilijk te zeggen, hè? Want dat is al nogalang wat je op dat moment doet en wat je moet terugtrekken, wat de desinvestering is. Maar meestal praat je toch over tientallen miljoenen euro's om een desinvestering van een fabriek bijvoorbeeld te compenseren. Ja. In dit specifieke geval? Ja, en dit ging het om ongeveer 20 miljoen euro. 20 miljoen euro? Ja. Oh, dat is nogal niet wel. Dat is veel geld, ja. 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 En dat is denk ik niet alleen de consequentie, want je moet je terugtrekken en je hebt dus een stuk desinvestering van geïnvesteerd kapitaal. Maar je ziet ook de beurskoers met zo'n conflict meebewegen. Je ziet dat als een conflict in de publieke belangstelling komt, dat meestal de beurskoers met het conflict meebeweegt. En meestal is dat zo 5-10%. Zie je een beurs of een koers 10% dalen als een onderneming beticht wordt van wat we noemen maatschappelijke misstanden, voor zover dat ook daadwerkelijk het geval is. En ook als een onderneming daar positief op reageert, dus aan die wens tegemoet komt, zie je ook bijna altijd die koers weer stijgen. Hoewel de dalingen sneller zijn dan de stijgingen daarna. Ja. Je had het over winnaars en verliezers. Je, ja, zei nou, in 75% van de gevallen wint die opinieorganisatie, ja, niet het bedrijf. Mm-hmm. Laten we even naar twee voorbeelden kijken. Ja. IAC Kaland, ja, versus Burma, hoe heet het? Burma Centrum Nederland. Centrum, ja. Burma Centrum Nederland. Dat heeft IAC Kaland gewonnen. In die zin, ze hebben vastgehouden aan hun standpunt. Ze zijn in Burma gebleven. Ja, dat klopt. Wat voor effect had dat op de beurskoers van IAC Kaland? Nou, je ziet bij IAC Kaland bijvoorbeeld dat je de... Kijk, we zien het ook in beeld. Ja, dat op het moment dat de order uit Burma binnenkomt, hè, dat is niet rechtstreeks van de regering daar, maar wel van een aan de regering gelieerde organisatie. Daar zie je dat op dat moment de beurskoers gaat wegleiden. En dat gaat uiteindelijk tot en met ongeveer 20% van de totale koers. En daarvoor was IAC Kaland een vrij stabiel fonds.
En tegelijkertijd zie je dat in diezelfde periode AEX index zich rustig ontwikkelt, vrij licht stijgt zelfs. Dus de conclusie is, conflict gewonnen, geld verloren. Je ziet dat ze wel hun belangen hebben ingewilligd, maar dat de belegger dat niet waardeert. En dat zijn niet alleen individuele beleggers, particuliere beleggers, maar ook grote partijen als ABP of ABN AMRO stappen op een gegeven moment uit zo'n fonds. Ander voorbeeld, Shell en de Penspar. Ik had het al even over. Ja. Wat had dat voor effect op de beurskoers? Nou, het verrassende daar is dat je, als je de beurs, het staat een beetje scheef in beeld, maar als je de beurskoers volgt op een aantal incidenten binnen het conflict, op het moment dat de Greenpeace de Brentspar bezet, zie je eigenlijk nauwelijks reacties. En ook als op een gegeven moment de Duitse politiek ermee gaat bemoeien, zie je een opwaartse koers. En dat is verrassend, want je zou verwachten, hé, dat wordt ook door de belegger afgestraft. Het kan zijn. De belegger vond dus dat Shell moest volhouden. Nou, dat is, moest dumpen. Dat is natuurlijk de vraag, hè, of de belegger dat vindt. Dat ging nou, wellicht. Maar je ziet wel dat de koers van Shell normaal gesproken sterk gedomineerd wordt door de olieprijs en beweging op de oliemarkt. Dus wellicht is dit moeilijk om dit te correleren aan het conflict. En de koers van Shell in die hele periode is vrij grillig en is het moeilijk daar een verband te leggen. Overigens zie je bij dit voorbeeld wel weer dat de markt heel nadrukkelijk reageert. Hè. We hebben het allemaal gezien dat met name in Duitsland soms 20-50% marktaandeel verloren ging. En dat is in een markt waar normaal gesproken procenten moeten worden bevochten, echt enorm. Dus daar zie je wel de markt heel duidelijk reageren. Nog even een ander geval, een ander voorbeeld, wat ik leuk vond uit jullie rapport. Ja. Het gaat eigenlijk voornamelijk over multinationale ondernemingen die dan problemen oplopen in arme landen. Maar jullie hebben ook gekeken naar Foster Parents, Foster Parents plan. Ja. En dan heb je het over een ideële organisatie Klopt. Die ja. zelf negatief in de publiciteit komt. Ja. En ja, wat zijn daar de gevolgen van? Nou, ook daar hebben we gekeken, wat is het effect nou op de omgang met de gelden die ter discussie werden gesteld door een groep verontruste foster parents, ouders. En daar zie je eigenlijk vergelijkbare tendensen. Zij hebben natuurlijk geen aandelen, maar je ziet wel dat bijvoorbeeld donateurs tot 30% teruglopen. En dat er zich 10% minder foster parents, ouders aanmelden en een hoop ouders ook afhaken. En willen mensen er nog werken? Nou, we hebben inderdaad ook gekeken naar wat betekenen die conflicten voor je aantrekkelijkheid als werkgever op de arbeidsmarkt. En daar zie je dat weinig ondernemingen dat monitoren. Er zijn weinig ondernemingen. Ze zoeken een nieuwe directeur bij Foster Parents. Wordt dat makkelijk? Nou, het aardige is dat dus McKinsey een onderzoek doet naar de aantrekkelijkheid van werkgevers voor met name jonge academici. Mm-hmm. En Foster Parents eindigt daar als hekkensluiter in het laatste onderzoek toen dit conflict in de media was. Dankjewel, Rob van Tilburg. Graag gedaan.